Dat is mijn dochter, hè? Papa. Ja. Om haar draait alles wat mij betreft. Zij heeft mijn leven als het ware gered. Zij was ziek, maar nu is zij genezen. Door wie? Door God. Dus als je God hebt, heb je alles. Of niet, Vanya? Ja, klopt. Goedemorgen, God zegen jullie allemaal. Blij om nogmaals in het huis van God te zijn. Om hem alle eer en alle glorie te geven. Want dit is de dag die de Heer ons heeft gegeven. Halleluja. Laten we het samen zingen. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. Die de Heer ons geeft. Wees daarom blij. Wees daarom blij. Wees daarom blij. En zing. Ik ben Edsel Conradus, ik ben 59 jaar. Ik ben op Curaçao geboren. Ben met een Curaçaoenaar getrouwd. Zij is Xiomara Doucet. En we hebben samen 3 prachtige kinderen. En we hebben 5 kleinkinderen. En we wonen sinds 1980 hier in Nederland. Wij zijn eigenlijk een Pinkstergemeente. Ik ben een voorganger. En je gaat voor een volk. Je gaat voor in de preek. Je gaat voor ook in jouw levenswijze. Dus jouw levenswijze is een voorbeeld voor de mensen die aan de kerk aangesloten zijn. Curaçao zijn we eigenlijk ook mee opgevoed. En muziek is een hele grote deel van onze gemeenschap. En we geloven ook dat muziek van God is. Dat muziek God heeft gecreëerd om de harmonie in mensen te brengen samen met hem. Ik wil de microfoon direct gebruiken. Ik ben katholiek opgevoed, in een hele hechte gezin ook. Mijn vader was duidelijk in mijn leven, tot mijn 13e. Mijn vader was ineens heel rijk geworden en hij kon er niet mee omgaan. Stilletjes aan ging hij weg. En met mijn 14e, juist de tijd dat ik hem zo nodig had, stond ik alleen. Stille nacht, heilige nacht. Hey jongens, wakker worden. Vandaag is de dag, 21 november. En het is geen stille nacht, maar het is oh happy days. Oh happy days. Oh happy days. Oh happy days. When Jesus come. Oh when he walk. When Jesus walked. En dan gaat ons doen als meest een applaus zo. Hé, hey, applaus voor jezelf. Oké. Mensen, wij laten. We hebben Tilburg achter ons gelaten. Op weg naar. Den Haag. Oké. Den Haag, here we come. Ik heb alles gedaan wat verboden was: drugs, alcohol. Ik leefde maar op los. En zo was ik eigenlijk in een gang terechtgekomen. En binnen de kortste keren was ik eigenlijk de opper van de gang. En toen ging het echt mis. Maar op een gegeven moment kwam ik wel tot het besef
dat het niet zo meer kon. En toen begon ik eigenlijk die gebed, het was een schietgebed. Tata Yudami. Vader, help mij. Want ik wil zo niet meer blijven leven. En die jaar was ik mijn vrouw tegengekomen. En het was op een Goede Vrijdag. En op Curaçao, Goede Vrijdag, is een dag dat vooral de mannen, die gaan de zee op, vissen, suipen. Wij gaan handen vasthouden, want zoals het gezegde zegt al, samen staan we sterk. Oké, en dan wil ik Brian, wil ik vragen om ons in gebed te dragen. Halleluja. Maar die jaar 1976 was de eerste keer dat ik niet mee ben geweest. Ik heb besloten dat ik mijn vrouw ga opzoeken. En ik kwam thuis terug en iedereen huilen. Een van mijn beste vrienden is die Goede Vrijdag verdronken. En wij zouden met dezelfde boot gaan. Dus ik beleef het als ik ben eigenlijk gered. Dank u daarvoor in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. 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 Halleluja. Oké. Okay. Goedemorgen. Hoi. Soms zie je mensen echt helemaal gebogen komen. Dat ze, weet je, problemen hebben. En na een paar minuten muziek samen zingen, dan zie je de mensen weer groeien. En je moet die mensen eigenlijk bewegen dat wij allemaal op dezelfde golflengte komen. En dat doe je met muziek. Je kan boos zijn, je kan moe zijn, je kan verdrietig zijn als je muziek hoort. Dan ga je hele systeem gaat veranderen. Je kan zo stoppen met huilen en weer happy zijn. En daarom hebben wij bijna een uur lang een zangdienst. De extase die stijgt. Heel veel van de mensen die komen is van Antilliaanse afkomst, omdat wij preek in Papiaments doen. En waarom Papiaments? Wanneer Antilliaanse mensen hier in Nederland komen, dat ze tegen de taalbarrière botsen. Ze gaan naar een Nederlandstalige kerk, maar ze ontvangen niks. Dus zo is de beweging New Song ook hier in Nederland gestart. Heel veel van de mensen die komen om een beter leven te hebben hier. En heel vaak vallen ze in isolement. Alza mijn corazón y experiencia su presencia. Halleluja. Señor Takinan. Hey, kerel. Hallo. Alles goed? Goed, ja. Jou? Goed, man. Ik geloofde het ook dat Nederland een paradijs is. Als je de paradijs even in ogen neemt, is ergens waar je niks hoeft te doen. En dat je kan feesten en leven zonder niks te doen. Tot je eigenlijk de realiteit tegenkomt. Dat hier ook gewerkt moet worden. Ik ga nou eigenlijk order picken noemen ze dat. En het is eigenlijk boodschappen doen voor de winkels in het groot. Ik ben magazijnmedewerker allround.
Dus ik doe van binnenkomst van de artikelen tot dat ze ja, gaan in de vrachtwagens. Check 6, 9. Pak 2, oké. Okay. Ik ben hier als uitzendkracht begonnen. En tot de dag van vandaag. 31 jaar hier bij Albert Heijn. Check 5, 4. Check 5, 4. Pak 2, oké. Okay. Pak 2, oké. Okay. En als ze vragen me wat voor werk ik doe, ik zeg altijd, ik zorg voor de voedsel, voor de maag, hier door de weeks. En zondags zorg ik voor de geestelijke voedsel. Dat is weer van de Bijbel. Dus eigenlijk ben ik ja, elke dag bezig met de mensen te voeden. Check 09. Pak 1, oké. Okay. Check 1. Remy, documentatie. Wij zijn in Nederland gekomen en zijn we getrouwd. En mijn eerste zoon was kerngezond. En mijn tweede dochter, die was met een heel zeldzame leverziekte geboren. Zo, we zijn er. Hij had een suikeraanval gehad. En zeiden de dochter, kom haar troosten, want zij overleeft het niet meer. En toen begonnen we te smeken aan God. Heere God, als hij mijn kind teruggeeft, beloof ik dat ik mijn leven aan u zal geven. Dat heeft God ook verhoord. En sinds die dag ben ik hier. In mijn dagelijks leven bid ik elke dag, maar natuurlijk als ik moet werken, neem ik die momenten tijdens de pauzes. Dan neem ik mijn Bijbel mee. En de Bijbel is eigenlijk de richtlijn voor ons leven. Het zijn de plannen van God voor ons. Dus als je de Bijbel leest, moet je eigenlijk lezen als een voeding voor jouw hele leven. En je weet wat voeding voor jou doet. Die geeft jou energie, die geeft jou kracht. En de Bijbel is eigenlijk het geestelijke voeding. Heel Albert Heijn vind ik deze plekje echt ons plek. Want hier komen ook de moslims. En afgesproken dat hun een gebed doen. En ja, wanneer ik hier moet, dan weet ik dat de moslims hier niet zitten. Want ik wil hun ook de ruimte geven om hun eigen gebeden te doen. Hun God is Allah. Bij ons is het gewoon Jehovah, God. Maar wij zijn vaak heel gauw met elkaar eens dat wij één God dienen. Hun doen het op hun manier, anders. En wij doen het als christenen anders. Dus echte discussies dat wij... eigenlijk komen wij bij merendeel van die vlaktes komen we elkaar tegen. Dus wij delen deze ruimte. Señor de bon. De Heer is goed. Halleluja. Halleluja. The Psalm is all the time. All the time. God is good. Is God goed. Die Pinkstergemeente is eigenlijk begonnen. Jullie kennen de Pinksterdag. Uit die verhaal weten wij dat de apostelen van Jezus samen zijn gekomen. En hij heeft hun beloofd dat wanneer hij weggaat, dat hij de Heilige Geest achter zal laten. En de Heilige Geest is... eigenlijk degene die God gebruikt om mensen te troosten,
om mensen de wijsheid te geven om een betere leven te leven. En Jezus die kan op hetzelfde moment op één plek zijn. Maar de Heilige Geest kan overal op hetzelfde moment zijn. Scuridad, de duisternis, no por controla. Kan geen controle hebben. Scuridad, no por core cu scuridad. Duisternis kan duisternis niet laten verdwijnen. Solamente luz por hacerse. Alleen het licht kan dat doen. Rabia, no por core cu rabia. Boosheid kan boosheid niet bedwingen. Solamente amor por hacerse. Alleen liefde kan dit. En heel veel mensen zijn hier gekomen en ze zijn nooit meer teruggekeerd. Omdat ze naar de horloge zitten kijken, dat het te lang duurt. Maar ik heb de mensen hier altijd geleerd. Kijk, je hebt 24 uur in een dag. Je hebt zoveel uren heb je eigenlijk ter beschikking. Als je 5 minuten per dag aan God geeft. En die zondag. Als je die 2 uur hier bent, dan heb je eigenlijk zoveel uren over om je eigen dingen te doen. Dat is mijn dochter, hè? Ja. Om haar draait alles wat mij betreft. Zij heeft mijn leven als het ware gered. En toen ik nog in de wereld was, was zij geboren. Zij was ziek, maar nu is zij genezen. Door wie? Door God. Dus als je God hebt, heb je alles. Of niet, Vanny? Ja, klopt helemaal. Ik heb niks te zeggen. Ik ga me voorbereiden, want dadelijk... Wij gaan verzamelen. Daar. Dus ja. Okay. Om rokjes te gaan. Oké. Ja, mensen. Dit moment wil ik jullie allemaal vragen dat wij alles overlaten aan God. Want het is niet de mensen dat jullie gaan dienen, maar jullie gaan op eerste plaats God dienen. En algehele overgave betekent niks is van mij. Alles is van God. Hij heeft mij die talent gegeven en vandaag maak ik die talent tonen. Please, geef alles over en laat God jullie leiden. Vader God, dank u wel voor deze moment. Dank u wel, Heer, dat wij hier zijn samengekomen. Heer, dank u wel dat wij u mogen dienen vandaag. Heer, ik zegen al deze mensen dat ze in eenheid mogen gaan. Dat ze gebruikt zullen worden. Heer, wij zegen deze moment. En dat wij allemaal gebruikt mogen worden. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Gaan we voor de kreet? Ja. Iedereen thuis? 1, 2, 3. Ik pedi bestaan receber Fabian en Michelin. Ik wil jullie vragen om Fabian en Michelin te ontvangen. Noah. Samen met Noah. Vandaag is die baby opgedragen. Dank u, Señor. Dank u wel, o Heere. Ja, in het katholieke geloof word je al van het baby af word je gedoopt. Maar in het christen geloof geloven wij eigenlijk dat wanneer je het besef hebt in het goede en het kwade, dan pas ben je verantwoordelijk voor je keuzes. Dus die baby, die heeft geen keuzes te maken. Die is geheiligd onder de ouders. Daarom wil ik vragen, mijn echtgenote om naar voren te komen. Wij geloven dat de kinderen van God is. Alleen heeft hij ons, de moeder, gebruikt als een vehikel. Dat is compleet vertrouwd. En het is geen eigendom. Mensen zeggen, de kind is van mij. Maar wij geloven dat God eigenlijk de vader is van de kind. Daarom wil ik vragen dat jullie in knieën gaan. Halleluja. Tata Santo, dank je per momento speciale. Heilige Vader, dank u voor dit speciale moment. Dank je con nos porta junto weer in mundo aquí. Dank dat wij samen kunnen zijn op deze aarde. Nos ta compartir mesmo alegria. Wij delen dezelfde vreugde.
Señor, yo estaba santo, danke por oportunidad aquí. Want Vader, dank u voor deze kans. Y amor. En nu. De manera aquí. Op deze wijze. Nante entrega Noah, Andrew Newton de moment. Andrew Newton over in uw handen. Señor, mita bendicionele y setele. Ik zegen en zalf hem. De su cabeza, su planta y pilla. Van zijn hoofd tot zijn voedsel. Y turcos negativo, Señor, nos al het negatieve. Moet wijken. Tata, nosso papi é boa proteção divina riba je. We spreken uw hemelse bescherming over zijn leven. Dat ons te proclamen dat alles goed zal gaan met Noah. Que falta nada nunca, Senhor. Dat hem nooit aan iets zal ontbreken. Su maior está contento com ele. Dat zijn ouders blij zijn met hem. Su abuelo e abuela está contento com ele. Opa en oma ook blij zijn met hem. Tio com tanta ook ooms en tantes. Ja riba de nome de Tata e o Espírito Santo de Deus. En de Heilige Geest van God. Amen. 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 New Song is meer als een kerk. Want New Song is niet alleen maar God, maar New Song is eigenlijk familie. Mama, atabuyu. Moeder, hier is je kind. Belota un bon mama. Je zult een goede moeder zijn. Papa, daar is jouw zoon. Ik ben verliefd op Tilburg. Dank je, Heer. Ik ben met mijn handen en voeten hier gekomen. Helemaal gedisoriënteerd. En ik heb hier weer de richting gekregen. Maar of ik terug naar Curaçao ga, zeker. Want in het papiament zeggen wij, waar je navel begraven is, ga je altijd terug. Hey, your first grandson, boy. Het enigste is, wij hebben een gemeenschap. En we kunnen niet zomaar zeggen, wij stappen op. Dus wij wachten op het groene licht van God. Dank u, Señor. Dank u wel, Señor. Ik ben de gelukkigste man op deze aardbodem. Ik ben de rijkste man hier op de wereld. Omdat ik God heb. En als ik God heb, heb ik alles. En ik heb de mooiste vrouw. De 3 mooiste kinderen en 5 kleinkinderen. Wat meer wil een man hebben? Straks ben ik dood. En wat herinneren de mensen? Hoe ik voor hun heb gezorgd. En als ik in de spiegel kijk, dan zeg ik altijd, God zij dank. Dat hij niet gegaan is, maar dat hij mij geholpen heeft om te zijn wie ik vandaag mag zijn. Amen.